Ravinia van Mechelen. Genk, Gent, 0-0. Een heel gesloten wedstrijd. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat wij de beste kansen hebben gehad. Ik denk dat wij 4-5 open kansen hebben gehad. En ja, vorige 2 weken was dat ook het probleem. Maar dat zal verbeteren. Ik denk gelijkspel tegen Gent dat we toch nog tevreden mogen zijn. De eerste helft worden jullie wel een zuiver strafschot onthouden. Ja, inderdaad. Maar scheidsrechters fluiten nu eenmaal minder dan op mannenniveau. Maar... Ja. Bent u het met mij eens dat we vandaag soms te vaak de bal leiden en iets meer in 1-2 tijden moeten spelen? Ik vind dat we veel met lange bal hebben gespeeld. Vooral tweede helft. Ik kwam niet aan het voetballen toe en ik kreeg de bal. En ja, het was een moeilijk aanspeelpunt te vinden en dat was waarschijnlijk door Gent. Maar we moeten gewoon rustig leren blijven op dat moment. Maar dat zal nog wel komen. Ja. Gent valt aan een bepaald moment met 10. Volgens mij wel een onterechte rode kaart, maar ja, daar hebben we weinig gebruik van kunnen maken van de man-meer situatie. Ja, inderdaad, maar ik denk ook vooral omdat wij constant naar achter aan het kruipen waren. Wij moeten met die ervaring zeggen van kom, we gaan naar voren, we gaan dat hier afmaken en dat hebben we op die moment niet gedaan. Okay, deze match doen we het niet, tegen Anderlecht doen we het wel. Dus. Uiteindelijk hadden jullie 7-9 tegen de 3 op papier toppers. Dan kan je toch als Racing Genk niet klagen. Nee, inderdaad. Ik zei het net ook al. Voor het seizoen zeiden ze een paar punten pakken tegen topploegen. Maar je wint hier tegen Anderlecht, tegen Standaard en je speelt gelijk tegen Gent. Ik denk dat we daar heel fier op mogen zijn. Ja. Nu hebben jullie 2 uitwedstrijden. Naar jouw Standaard, zal ik dat maar zeggen. En dan naar de absolute favoriet Anderlecht. Niet makkelijk, maar ik denk dat dit Genk voor niemand echt schrik moet hebben. Nee, inderdaad. We moeten gewoon 100% blijven geven. We hebben het team. We vechten voor elkaar elke minuut van de match, dus gewoon blijven werken en dan zien we. Dan zou ik zeggen, geniet van deze wedstrijd nog en op naar de 2 toppers en met een paar puntjes mee naar huis. Dank u wel. Dank.